De 53e editie van de Nationale Kunstbeurs is gisteren geopend in Hotel Krasnapolski. De eerste Nationale Kunstbeurs is gehouden op 12 november 1965. Deze beurs is een jaarlijks terugkerend evenement waar kunstenaars hun werken exposeren en verkopen. Niet alleen kunstliefhebbers en het bedrijfsleven, maar ook studenten behoren jaarlijks tot de bezoekers. Volgens Michel Brahim, voorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs, verwacht de organisatie dit jaar bijkans 15.000 bezoekers gedurende de 10 dagen dat de beurs open is. Dat is veel, maar we krijgen zoveel bezoekers omdat kunst belangrijk, interessant en mooi is, zegt Brahim. En dat zeg ik, zo'n kleine samenleving, zoveel kunstenaars. Dus we zijn gezegend met enorm veel talent. En we, die drie, denk ik, hebben een enorme stimulans gegeven aan het ontplooien van al dat talent. En ik denk dat we op die weg door moeten gaan. En als je het naar voetbaltermen zou vertalen, dan denk ik dat we mogen zeggen, Barcelona in de Champions League, we hebben kwaliteit. Dus we moeten vooral doorgaan daarmee. Zoals eerder gezegd, het is goed voor onze algemene ontwikkeling en voor de productiviteit. En daar ligt voor onderwijs en voor ons allen een opdracht en een uitdaging. Wat hebben we op deze NK voor u? We hebben fotografie, beeldhouwwerken en keramiek, schilderijen, een installatie en digital art. Volgens Gerard den Dekker, president van Rotary Club Paramaribo, die sinds 1988 de kunstbeurs sponsort, heeft de serviceclub bij haar 35-jarig bestaan het initiatief genomen de Nationale Kunstbeurs nieuw leven in te blazen. Volgens Elvira Sandy, directeur cultuur, zal de regering proberen om in 2019 kunst en cultuur dichter bij het kind te brengen. Een 30-jarig jubileum. Daar praten we over, 1988 tot 2018, wordt ook wel een pareljubileum genoemd. Een toepasselijke benaming. Vanavond mogen we immers de parels van de Surinaamse kunst aanschouwen. In de tweede plaats, de link met de Rotary. Rotary Internationaal heeft diverse aandachtsgebieden, ook wel areas of focus genoemd. De aandachtsgebieden, basiseducatie en geletterdheid en het aandachtsgebied economische ontwikkeling sluiten goed aan bij de Nationale Kunstbeurs. Ik zei het, binnen- en buitenschoolverband, naschoolsverband ook. En binnen dit beleid hebben wij een budget, we hebben daar een budget, concreet budget aangekoppeld, kunst- en cultuureducatie. Ik ga in herhaling treden. De voorzitter heeft het op sublieme wijze gebracht, heeft ons teruggebracht naar het verleden, maar ook benadrukt hoe belangrijk het is dat niet alleen de cognitieve ontwikkeling plaatsvindt binnen het onderwijs, maar ook de creatieve kant van kinderen, dat daar voldoende of veel meer balans daarin wordt gebracht binnen het onderwijscurriculum. Tot zover Elvira Sandy van het directoraat cultuur en daarvoor Gerard den Dekker, president van Rotary Club Paramaribo. Ze spraken gisteravond tijdens de opening van de 53e Nationale Kunstbeurs in Hotel Krasnapolski. Ter nagedachtenis van Erwin de Vries is er een kunstagenda met een foto van de Vries op de cover, overhandigd aan de weduwe Lilian de Vries. De Nationale Kunstbeurs is tot zaterdag 3 november opengesteld voor het publiek.